We zijn vandaag op koffievisite bij Ans en Chef van der Hout. Een heel gelukkig echtpaar, al jarenlang. Maar op dit moment is er een hele nare periode in hun leven aangebroken. Ze hebben te maken gekregen met de ziekte ALS. Chef heeft ALS gekregen. ALS is eigenlijk een hele onbekende ziekte, nietwaar Ans? Onbekend, hè? Ja, helemaal onbekend. Ja, ze weten, daar heb ik ook geen medicijnen voor, niks. Het heet officieel amyotrofische sclerose. Hele moeilijke naam, maar het wil eigenlijk zeggen dat het een zenuwaandoening is. De zenuwen geven niet meer de seintjes door aan de spieren, zodat de spieren in het lichaam niet meer goed functioneren. Zeg ik het goed al? Niet functioneren en afsterven. En afsterven. Ik praat in dit geval met Ans, want die praat eigenlijk voor twee, omdat Chef die naast mij zit mij stiekem op mijn arm tikt als ik het niet goed zeg. Want het praten gaat hem op dit moment wat moeilijker af, maar ik krijg wel een dreun op mijn arm als ik het niet goed doe. Even wat anders dan. Is er een oorzaak bekend, Ans, dat jij weet? Nee, er is geen oorzaak bekend. Ze zijn wel veel ver aan het zoeken, ze zijn al heel ver gegaan ook, maar het is nog steeds niet bekend. Het is helaas een hele progressieve ziekte. Het begint bij iedereen ergens, dat heeft Chef mij net verteld. Het kan bij de benen beginnen en bij Chef is het helaas bij de longen begonnen. Met zijn ademhalingsspieren is het begonnen. Hoe denk jij, of jullie moet ik eigenlijk zeggen, hoe we het beste kunnen bijdragen om ALS, Stichting ALS, meer in de picture te krijgen? Nou, ik denk dat er veel al georganiseerd wordt. En nu laatst is er we hebben burgemeester van onze gemeente en rondom, die hebben gekookt voor ALS. Ik sta hier in Geertruidenberg in Fort Sint-Gertrudis. En we zijn hier vanavond omdat vanavond door de burgemeesters van de omliggende gemeente gekookt wordt. En niet zomaar gekookt wordt, maar gekookt voor ALS. Een vreselijke ziekte waar mensen aan overlijden, waar nog geen remedie voor is. En waar op deze avond geld opgehaald wordt om daar remedie voor te gaan maken. U ziet om mij heen dat het een drukte van belang is. Er wordt gegeten, er wordt gedronken. En straks gaan we even kijken hoe onze burgemeester het er vanaf brengt in de keuken. Voor alles. En dat was een prachtig feest in Sint-Gertrudis in Geertruidenberg. Daar zijn jullie samen naartoe geweest? Dan mochten we samen. Wij mochten ook komen, ja, als ALS-patiënt. Nou, is het leuk? Ja, maar het was prachtig. We hebben er echt van genoten. En Chef heeft ook lekker gegeten? Zeker weten. Hij is gebleven tot na het dessert. En dat vond ik al heel knap van hem. Dat is het inderdaad, want ik wist dat jullie niet wisten hoe lang jullie zouden blijven. Mooie muziek ook? Sommige dingen wel, sommige dingen. Stond af en toe wel erg hard, maar er is aan gewerkt. En jullie hebben een heerlijke avond gehad? Zeker weten, ja. En dat is op initiatief van onze eigen burgemeester, meneer Gert de Kok, die zich daarvoor ingezet heeft. Dat klopt, die heeft ons ook uitgenodigd daarvoor, voor die avond. Die heeft ons ook heel goed in de gaten gehouden s'avonds. Fantastisch. Want nog meer burgemeesters zijn van de omringende gemeente meegekomen. En ze hebben allemaal hun eigen chef-kok uit de gemeente meegenomen. Om hun bij te staan om dat viergangendiner te koken, toch? Dat klopt. En ik denk dat de koks wat meeste werk gedaan hebben. Maar laten we zeggen dat onze burgemeester natuurlijk onder leiding van... Weet je heel toevallig wie het was? Wie bedoel je? De chef-kok die onze burgemeester meegenomen. Korenbeurs was het. Martijn Broeke, ja, als ik het... Wij wisten dat het de dessert door de kok, of Gert de Kok. Dus wij zeiden, we proberen te blijven tot aan het eind. Zo, ik zie dat u heel hard gewerkt. Ik zie bijna zweetdruppeltjes zelfs. Nou, of valt het mee? Valt het mee? Nee, valt wel mee. Het is niet, toetje met ijs is niet echt koken natuurlijk. Hè? Maar het is wel iets wat je in de keuken doet. En het is van de ambachtelijke ijsboerderij deel vanuit Made. Een streekproduct, dus ik ben daar heel trots op. Hoe voelt u nou, burgemeester, om als een soort masterchef Holland hier te staan? Ja, ik heet de kok, hè, dus het zit een beetje in de genen eigenlijk. Hè. Dus het voelt wel als... het voelt wel vertrouwd, ja. Maar een echte chef-kok, die laat
de andere werk, hè, zie ik altijd. Hoe zit dat nou dan? Ja, ik ben natuurlijk, ik heet wel de kok met een hoofdletter, maar de echte koks die staan natuurlijk om me heen. Hè. Dus ik ben echt assistent hier hoor. Bent u tevreden over de presentatie? Want dat is ook altijd belangrijk natuurlijk. Ja, het oog wil ook wat. En het ziet er natuurlijk fantastisch uit op die mooie glanzende borden. De kleurencombinaties zijn ook heel mooi. Ja, die koks, dat zijn ook een beetje artiesten natuurlijk, hè? Ja, dat vind ik ook altijd. En ja, als het net zo lekker is als het eruit ziet, dan moet u maar gauw gaan eten, denk ik. Ja, nee, dat gaan we lukken, denk ik. Ja. Prima, dankjewel. Was het dessert lekker? Wow. Chef, was het dessert lekker? Heerlijk. Jij hebt helemaal genoten, chef? Zeker. Ja. Het was hartstikke leuk. En het was heel attent door... De burgemeester, die hield echt wel in de gaten hoe dat ging. En er is ook heel veel geld opgebracht, bij elkaar gebracht die avond. Hebben jullie enig idee hoeveel? Weet jij het, chef? 26.000 euro. 26.000 euro is er die avond bij elkaar gebracht om aan de stichting ALS te schenken, zodat er meer... evenementen, meer bekendheid enzovoorts aan deze ziekte en aan deze stichting gegeven kan worden. Het Giro-nummer van de stichting ALS, dat ga ik toch wel even noemen, is Giro. Dat is natuurlijk een ouderwets woord. Het is ING. 100.000, dus 100.000. En dat zetten we ook onderaan het beeld. En anders kunnen ze kijken natuurlijk bij Stichting ALS om te kijken wat voor geweldige evenementen en acties ze doen om maar deze ziekte meer de bekendheid te geven. Lieve mensen, we hopen op deze manier er meer aandacht voor te krijgen. Steun ons, contact ons, stort op de Giro. En ik wens jullie nog, en dat is natuurlijk best wel moeilijk om te zeggen, maar ik meen het uit de grond van mijn hart, nog hele vele momenten samen. En dankjewel dat we bij jullie zo te gast waren.